volgende steeds. Want die krijgt nu wel heel erg koud, denk ik, achter het hoekje daar. Dat is een muzikale dame, met liefde voor alle kinderen, en zeker de kinderen die het moeilijk hebben. Ze is een Nederlandse zangeres, danseres, presentatrice en actrice, en zij wil graag spreken vanuit haar hart. Niemand minder, dames en heren, dan Josje Huisman. Hallo allemaal. Ik ben blij dat ik hier nu de tweede editie van Hart voor onze kinderen in levende lijven mag bijwonen. Het is dan ook meer dan ooit nodig om onze stem te laten horen. Wisten wij de vorige editie nog niet hoe we er nu voor zouden staan? Of ja, sommige mensen wel. Als je een beetje op de patronen let, kan je eigenlijk elke stap voorspellen of voor zijn. En misschien moeten we het daar eens over hebben. Over hoe we zelf een stap voor kunnen zijn. Door eindelijk de patronen te erkennen die worden toegepast door onze leiders. Het steeds weer sluiten om te heropenen met meer maatregelen en controles. Misschien moeten we het hebben over hoe we zelf ons eigen leven in handen kunnen nemen. Ik heb vaak gedacht dat de kerk in het midden houden een goede zaak is. Ik ben de dochter van een dominee, dus ik dacht dat is toepasselijk. Inmiddels kom ik er stilletjes aan achter dat de kerk in het midden houden helemaal niet altijd zo positief is. Betekent dat immers niet dat je zaken die fout zijn toch probeert recht te praten? En betekent het niet dat als je je ergens heel slecht over voelt, je dat een beetje onder het tapijt wegmoffelt om de goede vrede te bewaren? Geen gedoe. Geen zin in gedoe. Ik krijg steeds meer het gevoel dat het onder dat tapijtje van ons nu wel heel vol komt te liggen. Alsof er een hele bult met onbeantwoorde vragen en over het hoofd gezien leed onder ligt. Niks niet kerk in het midden. Als er iets mis is, dan is het mis. Als er iets niet klopt, dan klopt er iets niet. Als er leed is, is er leed. Kortom, niet recht lullen wat krom is. Het is niet omdat we nu al een tijdje aan een avondklok, een mondmaskerplicht, allerlei vormen van isolatie en afstand, extreme smetvrees, dichte horeca, kappers, winkels vasthangen, dat het normaal is. Of dat we er dan maar aan moeten gaan wennen. Ik blijf erbij. Niet normaal maken wat niet normaal is. Wanneer zijn we moedig genoeg om dit onder ogen te komen? Dat dit geen menselijke oplossingen biedt voor de lange termijn. Dat we collectief gegijzeld worden in angst, met als doel meer controle over de mens en zijn doen en laten. Wanneer beseffen we dat dit onze kinderen zal tekenen? Lang nadat COVID al gemuteerd is in versie zoveel uit weet ik veel welk land. Ik ben er gewoon echt klaar mee. Elke keer als ik een kind met een mondkapje op zie, dan word ik droevig. Er zullen ouders zijn die oprecht denken dat ze het juiste doen. Of misschien zijn er ouders die er allemaal niet te veel bij stil willen staan. Maar hebben we al eens nagedacht wat het echt met onze kinderen doet? Wat leren kinderen hier eigenlijk van? Dat ze bang moeten zijn om ziek te worden? Dat ze verantwoordelijk zijn voor het welzijn van opa en oma? Dat ze bang moeten zijn voor hun eigen adem of de adem van een ander? Dat het normaal is om een volwassene, wiens gezichtje helemaal niet kan zien, zomaar te vertrouwen? Ik hoor sommige mensen denken, ach joh, die kinderen, die snappen dat toch allemaal nog niet? Die willen flink zijn, want flink zijn, dat is goed. Een keertje stevig ravotten en het is weer vergeten. Inderdaad, die kinderen die snappen het nog niet. Daarom zijn wij er om ze te beschermen. Wij zijn er als volwassenen om kinderen te beschermen. Niet andersom. Dus nee, al deze angsten en verantwoordelijkheden zouden wij onze kinderen niet moeten geven. Het is niet van hen. En deze angst blijft ze lang bij. Het zijn de trauma's van de toekomst op de schouders van onze kinderen. Er is inmiddels genoeg bekend over hoe trauma de hersenen vormt voor het latere leven. Het gevolg van een kindertrauma is angst voor datgene dat hen het trauma veroorzaakt heeft. De hersenen vormen zich nu helemaal rondom dit event. Wat we dus letterlijk aan het scheppen zijn, is een steriele wereld van menselijke robotten waarin alles gedesinfecteerd is en elke vorm van menselijk contact verdacht wordt gemaakt. Lessen, ouderavonden, vergaderingen, afspraken, alles via schermen. Jezelf opsluiten in je huis, wachten tot het voorbij is, heeft werkelijk geen zin. Het is niet alleen zonde van je mooie leven, maar we hebben elkaar ook gewoon nodig. Echt nodig. Niet via een scherm, maar face-to-face, hand in hand.
oog in oog. Al is het maar een bemoedigende knik, een oogcontact, een knuffel, een hand, een praatje. De vibe die ik voel als mensen daadwerkelijk bij elkaar zijn, is niet te evenaren met een Zoom call, een clubhouse of een podcast. Het is fijn dat het bestaat, ja. Maar nog blijer word ik van menselijk contact. Het geeft je energie en inspiratie waar je nog dagen op vooruit komt. En dat ga je ongetwijfeld maar vandaag ook voelen. Het is tijd dat we uit het verdeel- en heersspel stappen. Het brengt ons nergens. Wij zijn de 99%. Wij, het volk, zijn de meerderheid. Wij moeten ons niet laten verdelen in groepen. Anti-dit, anti-dat. Uiteindelijk boeit het niet. Uiteindelijk moeten wij het met elkaar zien te redden. Als je voor vrijheid wilt strijden, kan het alleen als je een ander ook zijn keuzes laat maken. Een gezonde keuze maak je op basis van transparante informatie. Kunnen wij ervan uitgaan dat de informatie die wij krijgen uitgebalanceerd is? Dat bij het advies dat ons gegeven wordt, ons wordt uitgelegd wat de haken en ogen zijn. Op een eerlijke en heldere manier. Om ons zo de tools en vrijheid te geven, wel overwogen keuzes te maken. Of krijgen wij beperkte en eenzijdige informatie om zo een bepaald product aan de man te brengen? Zeg maar iets, hè? Ik heb niet de indruk dat we uitgebalanceerde informatie hebben meegekregen het afgelopen jaar. Jullie? Ik heb eerder het idee dat er op ons schuldgevoel, onze onwetendheid en onze angst gespeeld is. Angst om ziek te worden, angst om dood te gaan, angst om iemand anders ziek te maken, angst om voor papi of egoïst uitgemaakt te worden. Maar wie ben jij eigenlijk, die mij al die regels oplegt? Waarom doe je dat? Waarom heb je niks gevraagd aan ons, over hoe wij voor onze ouderen willen zorgen? Waarom laten we onze ouderen zelf niet aangeven hoe zij hun laatste dagen, maanden of jaren willen doorbrengen? De prik wordt je nog net niet door je strot geduwd. En als kers op de taart wordt erbij gezet, dan krijg je je vrijheid terug. Dan mag je weer meedoen. Nou, ten eerste, vrijheid heb je. Die kan je niet terugkrijgen. Vrijheid is al van jou. Vanaf het moment dat je geboren wordt. Vrijheid is niet iets dat je iemand kan geven. Je hebt het en je bent het. Of zo zou het ook moeten zijn. En ten tweede, als het zo zit, nou, dan richt ik wel een eigen clubje op. Een parallele samenleving. Dat zit eraan te komen. Dus ja, dan komen we op het leven in eigen handen nemen. Ja, weet ik het, begin alvast met je eigen groenten te kweken. Begin alvast met je buren te connecten of je te verbinden met gelijkgestemden. Begin alvast kleine ondernemers in de buurt te steunen met je cashgeld. Belangrijk. Begin alvast met het nieuws uit te zetten en begin of blijf vooral doen wat je gelukkig maakt. En vergeet niet om goed voor jezelf te zorgen. Een parallele samenleving. Eentje waar vrijheid en eerlijkheid de boventoon voert. Niet angst en manipulatie. Het is aan ons om te zeggen, tot hier en niet verder. Van mijn kinderen blijf je af. Wij zijn geen testkonijnen. Wij zijn mensen die prima voor zichzelf kunnen denken. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn. Maar waar gaat het heen als duizenden artsen, zorgmedewerkers, verzorgde ouders worden gecensureerd? Als zij hun mening en kennis en bevindingen niet mogen delen. Wat vertelt jou dat? Dit is geen middelvinger naar de zorg. Dit gaat om vrijheid. Vrijheid van meningsuiting. Vrijheid van keuzes voor je eigen lichaam. Vrijheid van keuzes voor je kinderen. Vrijheid om te ademen. Vrijheid om te knuffelen. Vrijheid om samen te komen met je naasten. Vrijheid om mens te zijn. Dit gaat om aandacht vragen voor het stille leed dat zich afspeelt achter gesloten deuren. Achter mondmaskers. Achter de angst van het oordeel van anderen. Dit gaat over onze kinderen. Alle kinderen. Al doe je het niet voor jezelf. Sta je dan wel op voor onze kinderen? Thank you.